Een herfstdag in Amsterdam. Hi, first let's review keywords and their translations before starting. Schrijf ze op of kopieer ze allemaal uit het commentaar onder deze video. Write them down or copy them all from the comment below this video. Te bezoeken. To visit. Te boeken. To book. De drukte. The bustle. Eenmaal Once. The herfstbladeren. The autumn leaves. De herfstdag. The autumn day. De indruk. The impression. Te kopen. To buy. Een kopje koffie. A cup of coffee. De kunst. The art. Het museumcafé. The museum café. de museumwinkel, de museumshop, te praten, te talk, de schilderijen, the paintings, de schilderstijl, painting style, een souvenir, a souvenir, een stukje taart, a piece of cake, te vermijden, to avoid, te verbeteren. To improve. De vriendschap. The friendship. De zonnebloemschilderij. The sunflower painting. Laten we nu naar het verhaal luisteren en daarna de woordenschat oefenen in een gemakkelijke toets. Now, let's listen to the story and then practice vocabulary in an easy test. Een herfstdag in Amsterdam. Op een mooie herfstdag besloten twee vriendinnen, Anna en Lotte, het Van Gogh Museum in Amsterdam te bezoeken. Ze hadden al veel over Van Gogh gehoord en wilden zijn kunst met eigen ogen zien. Anna vroeg: Heb je de tickets al online gekocht? Lotte antwoordde: Ja, ik heb ze gisteren geboekt. Zo kunnen we de lange rijen vermijden en direct naar binnen gaan. Ze namen de trein naar Amsterdam en genoten van de kleurrijke herfstbladeren die langs de ramen dansten. Eenmaal aangekomen in de stad, voelden ze de gezellige drukte van de mensen en de geur van verse koffie die uit de cafés kwam. In het museum waren ze onder de indruk van de prachtige schilderijen. Ze leerden dat Van Gogh bekend stond om zijn expressieve en emotionele schilderstijl en dat hij meer dan 900 schilderijen had gemaakt in slechts tien jaar tijd. Na hun bezoek besloten ze even te pauzeren in het museumcafé. Anna vroeg: Zullen we een kopje koffie drinken met een stukje taart? Dat klinkt perfect. En daarna kunnen we in de museumwinkel kijken voor een souvenir, antwoordde Lotte. Ze bestelden twee koffie en een groot stuk appeltaart en praatten over hun favoriete schilderijen van de dag. Lotte was vooral geraakt door de sterrennacht, terwijl Anna niet kon stoppen met praten over zonnebloemen. Voordat ze het museum verlieten, kochten ze een paar aanzichtkaarten en een replica van Van Gogh's beroemde zonnebloemschilderij om mee naar huis te nemen als herinnering aan hun dag. Het was een dag vol kunst en vriendschap. En het mooiste van alles was dat ze wisten dat er nog veel meer avonturen op hen wachten in de prachtige stad Amsterdam. This is a good time to test the new vocabulary. First, you will hear the word in English and then get some time to find the word in Dutch. to visit te bezoeken once eenmaal the autumn day de herfsdag the impression de indruk a cup of coffee een kopje koffie the art de kunst painting style De schilderstijl A piece of cake Een stukje taart To avoid Te vermijden To improve Te verbeteren The friendship De vriendschap Dat was het voor vandaag That's it for today. Veel succes met je Nederlands. Good luck with your Dutch.